Ray Jasper was een 19-jarige rapper toen hij in 1998 de eigenaar van een opnamestudio doodde door deze David Alejandro de keel door te snijden. Daarna stal hij met vrienden apparatuur. Vanavond gaat Ray dood, in deze gevangenis. De staat Texas executeert om de 2 weken een misdadiger door middel van gifinjecties. Jasper valt het systeem aan in een open brief die viral ging en bijna 2 miljoen keer is gelezen online. Hij wijst erop dat Death Row bovenmatig vol zit met zwarte, laagopgeleide mannen en dat gevangenissen worden gerund door bedrijven die er geld aan verdienen dat 1 op de 100 Amerikanen vastzit. Maar hij verwacht geen sympathie, zegt hij. Niemand geeft er iets om. Ze denken dat ze verschrikkelijke mensen ombrengen. Er is geen mededogen, alleen minachting. De brief van Jasper komt op het moment dat het strafsysteem in Amerika fors verandert. Links en rechts vinden dat het te ver is gegaan. En dus worden straffen verlaagd, zitten minder mensen in de cel en schaft een groeiend aantal staten de doodstraf af. Steeds meer mensen die op death row zaten worden vrijgelaten, zoals deze man. Het bewijs blijkt niet te kloppen of ze hebben onder druk een valse verklaring afgelegd. I was locked up almost 30 years. That's something I didn't do. De zaak van Jasper ligt anders. Hij heeft betrokkenheid toegegeven. De verwachting is dan ook dat hij geen uitstel van executie krijgt. Hij werd geboren in Nederland, maar is Amerikaans staatsburger en wordt dus ook niet bijgestaan door onze ambassade. In Texas vindt een derde van alle executies in Amerika plaats. Eerder sprak ik een journalist die ze allemaal bijwoont en vanavond bij de dood van Ray Jasper is. I mean, I don't sleep over it. Do you think about it? Sure, you think about it. I don't think you're a robot. Overigens vindt de familie van de omgebrachte studio-eigenaar het walgelijk dat de veroordeeld moordenaar Jasper een internetheld is, omdat hij nooit berouw heeft getoond voor zijn daad. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.